u luistert dan naar Radio Damsko. Nou, Radio Damsko of Radio Tamara, dat maakt niet zoveel uit. Hetzelfde omroep. We gaan contact zoeken en maken met niemand minder dan Ludwig van Milieu. Ludwig, goedenacht. Goedenacht, Iwan en alle luisteraars van Radio Tamara wereldwijd. Ik groet u, Odi Odi, vanuit Oost-Nederland, Nijmegen, een mooie stad aan de Duitse grens. En ik ben u graag van dienst met mijn commentaar, mijn analyses met betrekking tot ontwikkelingen in ons geliefd Suriname. En ik moet u zeggen, elke Surinamer die ik tegenkom, die praat vol lof over de schoonheid en de glamour van ons geliefd Suriname. Men heeft allemaal prettige herinneringen en men praat vol lof over de natuur en alle mogelijkheden die Suriname heeft. We zijn rijk. Een tijd geleden werd gezegd dat wij 17e rijkste land ter wereld zijn. Dus je wordt helemaal vrolijk ervan dat jouw land zo goed in de startblokken staat. Maar wanneer je ziet dat er weinig van terecht komt in de praktijk en dat een Jan Boel is in ons land, je vraagt je af wie er nu de leiding hebben. De politiek is gedaald naar een abominabel laag niveau. Vanaf ik op school ben in Suriname, ik wil niks verkeerd zeggen nogmaals. Ik haal vaak die partij aan, omdat die partij symbool staat voor de stilstand in de Surinaamse politiek. En dat is de Partija Luhur. Ja, dat ik haal telkens die partij aan als voorbeeld. Dat we hebben onze kinderen naar school gestuurd en geleerd om hun best te doen op school. Dan worden ze een man en een vrouw in de maatschappij. Ja, en dan zie ik dat er toestanden heersen bij die Partija Luhur, dat ondanks alle vooruitgang in Suriname en alle bejubelingen van ons geliefd Suriname, hoe mooi en prettig het samenwonen is in ons land, dan zie je dat in de politiek de zaken compleet stilstaan. Dan zie je dat in deze moderne tijd een meneer als meneer Somaharjo, die ik zelf op een blauwe maandag positief heb proberen te stimuleren met mijn adviezen. Maar ja, als je adviezen niet worden opgevolgd, dan kan je liever plaats maken voor anderen. Dat heb ik dus ook gedaan. Want ik had een speciale motivatie daarvoor, waar ik zeker eens op terugkom. Maar ik wil even aangeven, als je ziet dan dat in die partij, bij de formatie van deze regering, die nu aanzit, Chantika Bezat, Santoki, en samen met de ABOP, de Santoki van de VAP natuurlijk, vergat ik te zeggen, en Brunswijk van de ABOP, ja, die twee maken de dienst uit in Suriname. En dan moeten we kijken wat Suriname er netto op vooruit is gegaan. Dan zie je dat bij de ABOP uit de pas lopende rebel Ronnie Brunswijk de leiding heeft. Politieke leiding, hoor, dames en heren. Politieke leiding in handen van een crimineel die, en ik baseer mijn kwalificatie, baseer ik op het feit dat hij internationaal gezocht wordt en internationaal, hij is veroordeeld, ja, voor een aantal delicten. En ook zo die tweede man in zijn partij, Bordeaux, ja, die kunnen zich in het buitenland niet vertonen. Ja, en dan zie je dat deze man die zich leider noemt van onze Marons, die blijft heel stil, muisstil politiek, want hij heeft niks te zeggen op politiek gebied. En hij praat er gewoon openlijk over, hoor, dat hij staart politiek voert. Ik vond het heel leuk in het Saranton, is een staart een terre. En hij zegt, hij houdt Kautere vast. En Kautere betekent die staart van die koe. Dus hij zegt, hij laat die koe, de VAP, maar rennen en dingen doen.
in plaats dat hij die koe gaat melken, ja, zegt, nou houdt hij die kouteren vast. Dus hij zegt, hij volgt die koe maar. Hij voert dus een staartpolitiek. En in de internationale betekenis van het woord staartpolitiek wordt geduid op een politiekvoering waarbij je het initiatief en de leiding aan derden overlaat. En je laat je meeslepen zoals kleine visjes achter een walvis aan zwemmen. Zo voert de ABOB een staartpolitiek in de binnenlandse politiek van Suriname. Ze zeggen ze laten de VAP maar het leidinggevende politieke werk doen. En dan houden ze die staart vast van die koe om het contact met die leiding niet te verliezen. Ja, je kan die staart niet loslaten, want dat noemt men in Suriname die stekker eruit halen. Dus hij houdt die staart goed vast, waardoor hij overal waar die koe gaat ook mee gesleurd wordt. Dat is de positie van de ABOB en dat heb ik niet bedacht. Dat heeft de briljante leider van de ABOB, meneer Brunswijk, zelf bedacht. En ik moet u zeggen, want waarom haal ik het voorbeeld aan weer van de ABOB in dit geval? Dat ook die partij geen enkele politieke vooruitgang voor Suriname betekent. Integendeel, achteruitgang. Die partij zit propvol racisme, onkunde wat betreft politieke aangelegenheden. En die partij die heeft totaal geen nationaal overzicht van wat zich in Suriname voorttrekt. Is alleen maar particuliere geldzaken bezig en met zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. En dan geeft die partij openlijk aan dat die een beetje de zorg op zich heeft genomen van de PL. Daarom haal ik die partij aan als voorbeeld. En de partij Loer, die neemt genoegen met die rol. Openlijk is de Brunswijk bekendgemaakt, al jaren brengt hij dat in de publiciteit, dat hij de PL heeft geadopteerd, politiek, want de PL kent hij vanuit de Binnenlandse Oorlog. En toen hebben ze zij aan zij gestreden tegen Boutersen. En hij gaat de PL dus belonen. Hij, dus net zoals hij Kautere vasthoudt van die koe VAP, zo moet PL die Kautere van Brunswijk vasthouden. en zo zie je dat dus de lamme de blinde leidt in de Surinaamse politiek. En dan moet ik nu toch even het stukje voorbeeld van de PL afmaken. Wat is die stilstand die te zien is? Dat namelijk de minst opgeleide Surinamer, die krijgt zeggenschap over het belangrijkste ministerie. Dat gaat over alle bodemrijkdommen van Suriname. Het ministerie van Binnenlandse Zaken. En dat noem ik olie en goud. Die mag de organisatie van de districten op zich nemen. Die mag de organisatie van de verkiezingen begeleiden en leiden. En die hebben geen druppel verstand van staatkundige aangelegenheden in de Republiek Suriname. En dat is de actualiteit van de Surinaamse politiek, dat ons land niet politiek geregeerd wordt. Ik wil niet eens zeggen slecht geregeerd wordt, maar die heren zitten op een plush, ze zitten op een stoel en ze doen niks. Ze doen echt niks. Niet, en ik ga daar hele concrete voorbeelden van geven tijdens dit programma. Maar namen u niet direct ontmoedigen en beginnen te groeten nogmaals. Het is zondag vandaag, 5 maart, de overgang naar maandag. Dus we zitten bij het krieken van de dag in de maandagochtend vroeg. Moesdee, zegt men, in het Sadantongo. De dag is net begonnen van 6 maart 2023. En nogmaals, odi aan vooral die Surinamers die heel ver buiten Suriname wonen en zich verbonden blijven voelen met ons geliefd Suriname. En dat die elke dag bidden en hoop putten uit hun geloof dat het beter kan in ons Suriname. En dat er zeker Surinamers bestaan met hun hart op de juiste plek en die verstand van zaken hebben van hoe zij ons land met heel weinig inwoners, 600.000 inwoners,
gewoon de basisvoorzieningen kunnen verstrekken. Die Surinamers zijn plenty, maar ze krijgen geen kans. Waarom? Het land wordt verstikt in de leiding door onkundige, onbekwame Surinamers die door manipulatie, leugens, bedrog, beloftes die niet waargemaakt worden, die hebben zich omhoog gewerkt, omhoog tussen aanhalingstekens, en die bepalen nu alles in Suriname. Suriname is in verkeerde handen. En dan moet ik u zeggen, wij zijn allemaal verantwoordelijk voor wat zich voltrekt in het land, want als wij niet optreden, gaat dit land afglijden naar een nulpunt. En afglijden naar een nulpunt van een land betekent dat derden van buitenaf de leiding gaan nemen in Suriname en gaan krijgen. En ik wijs nog voor de zoveelste keer, wijs ik naar de literatuur, waarin dit zoveel keren is beschreven. En ik geef de meest pregnante wijze waarop dat beschreven is, is vind ik door Rudy Cross, die een boekje heeft geschreven over de mogelijke verdwijning van de staat Suriname, was een voorzienende geest die door analyse tot de conclusie kwam dat als het zo door blijft gaan in ons geliefd Suriname, dat wij de allerstomste, de meest onbekwame lieden, de meest corrupte, de meest leugenachtige, de bandieten, als wij die de leiding geven in het land en voor ze gaan knielen en ze excellentie noemen, ja, dan betekent het dat we onvermijdelijk zullen afglijden naar een nulpunt. En dat heeft Rudy Cross in zijn boek De Mogelijke Verdwijning van de Staat Suriname, heeft hij dat nauwkeurig beschreven. En Albert Helman heeft een dik boek geschreven, De Folteringen van El Dorado, waarin hij wijst op de verdwijning van de identiteit van de staat Suriname, dat niemand zich verbonden voelt met dat land. En in de geschiedenis, ik herhaal het even, heeft een Nederlander, Hans Budding, heeft de geschiedenis van Suriname beschreven. Hij heeft één boek geschreven eigenlijk, en hij heeft dat boek een aantal keren gereviseerd. Hij heeft het een beetje bewerkt en een modernere versie uitgebracht. En ik heb al die versies gelezen. En Hans Budding, die haalt de gouverneur van Suriname aan in zijn historische paragrafen, heeft hij het over gouverneur Mauritius in Suriname, die dus die band tussen de toenmalige elite met het land Suriname, dus degene die het voor het zegade in Suriname in de geschiedenis, dan praten we over die tijd van de Zeeuwen, toen de Zeeuwen overnamen en de baas werden in Suriname. En toen zag hij dat verschijnsel al, dat men elkaar naar beneden trekt, in plaats dat men alle kwaliteiten bij elkaar optelt, door een collectief bewustzijn, dat land, hoe dan ook, naar omhoog, naar vooruitgang begeleid, zag hij een verschijnsel, en hij noemde dat de krabbenmentaliteit, dat Surinamers zich gedragen als krabben. Die Surinamers die denken dat ze dat in deze tijd hebben uitgevonden, deze uitdrukking, die alom bekend is in Suriname, maar die komt uit de geschiedenis, uit die tijd van Mauritius. En Mauritius die heeft nog iets gezegd, hij zegt, wat blijkt, dat die Surinamers, de Surinamers tussen aanhalingstekens, dus het gaat toen in toentertijd die elite boven lagen, als die moe gestreden zijn door allerlei onderlinge ruzies, A praat niet met B, B praat niet met C, C praat niet met D, en dan bereiken ze niks te bereiken, en dat werkt zo afmattend, dat ze het land direct verlaten. En zo hebben heel wat kundige mensen in die tijd, weliswaar planters en kolonisten, die hebben Suriname gewoon verlaten. Die man dacht, no man, hier blijven we niet aan, hier ga je dood. Suriname stond een tijd lang in de geschiedenis ook bekend als een kolonie waar je dood kan gaan, gewoon van ziektes, van ordeloosheid, van bandeloosheid, van seksuele uitspattingen. De helft van Paramaribo, ik heb in boeken geschreven,
geschreven door de klerus in Suriname, in het archief van het Rooms-Katholieke Bisdom. Heb ik ze bestudeerd. Ik heb artikel hierover geschreven in het Rooms-Katholieke blad. De Bazuin is inmiddels opgeheven. Maar, en ik heb polemieken over Suriname gehad met het Bisdom Brabant. Daar kom ik een andere keer over te praten. En waarom haal ik dit aan? Omdat het de klerus is geweest, de kerkelijke organisaties en voorgangers, die hebben geklaagd over de ordeloosheid in Suriname, aan de hele geschiedenis. Dat Surinamers naakt op straat liepen, dat, we staan niet stil bij die dingen, omdat bij het behandelen van onze geschiedenis men al die gênante paragrafen overslaat of weglaat of weggumt uit die geschiedenis, waardoor je niet precies weet wat er is gebeurd. Maar de Surinamers, dat zijn de nazaten van de slaven, ja, en niks van slaafgemaakte, gewoon die slaven die Sakafasi elke dag paai kregen, handen werden afgehakt en mensen werden onthoofd, kinderen werden in rivieren verzopen. Dat zijn die praktijken die aan de lopende band plaatsvonden in Suriname. En er hebben dus in die boeken, ik praat over de literatuur, de officiële literatuur, dat is allemaal beschreven hoe Surinamers te lijden hebben gehad onder Nederlandse onderdrukking in de tijden van het kolonialisme. En ik benadruk het ook, de slavenbevolking, ja, die totaal onderworpen was in lichaam en geest aan die kolonisatoren, ze hadden niets te vertellen. En ze zijn toen zo behandeld, tot en met vandaag worden ze zo behandeld. En dat is de tragiek van onderdrukking, dat doordat je die mensen niet hebt ontwikkeld, beseffen ze ook niet dat ze onderdrukt zijn. Dat is het kenmerk van het probleem van het binnenland, het Surinaamse binnenland. En ze zijn zo achtergesteld dat de man die hun het meest heeft beschadigd, dat is Brunswijk, dat ze die man adoreren, omdat die man hun met wapens en met, nu met goud, met onwettig gekregen goud of rijkdommen, ja, alle Surinamers weten het. Ze kunnen u vertellen, Brunswijk heeft een groot deel van zijn vermogen, voor zover dat bekend is, heeft hij dat verworven door roof. Hij heeft mensen die in die goudsector in Suriname bezig waren, heeft hij door zijn manschappen laten beroven. Op het moment dat ze dus eind van de week naar huis willen gaan met een paar grammetjes goud, wat ze hebben verzameld, ja, hebben ze dat van die mensen beroofd. Ze hebben die mensen gegijzeld en die praktijken vinden tot en met de dag van vandaag plaats. Laat me u, ik herhaal dat ding, want ik weet waarover ik praat. In die goudsector vinden tot en met de dag van vandaag gijzelingen plaats en worden Surinamers gekneveld en wordt hun het beetje goud wat ze hebben verdiend door hard werken en door behoorlijk vervuilen van het milieu met allerlei gifstoffen, dan hebben ze een beetje goud verdiend en dan worden ze onderweg naar huis beroofd door laten we ze maar noemen de manschappen, maar mensen die op allerlei manieren verbonden zijn met de macht van de ABOP in het binnenland. Ja, en dan laat me het niet naar één persoon schuiven, want er zijn meerdere handlangers natuurlijk van Brunswijk die aan deze praktijk hebben meegedaan. En ik zeg dit met name omdat ik weet, omdat ik die hele goudontwikkeling van de goudindustrie in Suriname heb gevolgd. En ik kan u zeggen, u hoeft maar bij wijze van spreken het goudbedrijf van de Surinaamse arts en politicus Ruben Liposam te analyseren. Dan gaat u zien wat voor ontberingen Liposam heeft moeten slikken en ondergaan in het binnenland. Het is een Wild West in het binnenland. En Liposam is zelfs gewond geraakt en heeft zijn vegenlijf moeten redden door zichzelf te bewapenen en kleine privé-legertjes erop na te houden. Ik ken bedrijven die nu, dit jaar nog en vorig jaar zijn vertrokken uit die goudsector. Want er is niet alleen in die Surinaamse maatschappij vertrekt men. En dat was ik aan het behandelen. Wat meneer Budding, Hans Budding, in zijn boek De Geschiedenis van Suriname,
heeft hij dat beschreven als animus revertendi. Dat zo is het benoemd door gouverneur Mauritius, die zegt, als je merkt dat je van alle kanten wordt tegengewerkt, als je merkt dat het een boevenbende is, een ongeorganiseerde moraliteit, een free for all te geweest in Suriname. Er is geen consistentie in de politiek. Niks groeit. Alles blijkt eigenlijk aan elkaar te hangen van incidentele ontwikkelingen. Men noemt het incidentenpolitiek. Ja, dat wordt in Suriname bedreven. Incidentenpolitiek. En wanneer je ziet dat nou, na de groei, dat eigenlijk had die politiek moeten groeien vanaf het begin van de 20e eeuw, toen men het met het parlement begon in Suriname, tot op heden, dan zie je dat in plaats dat we gegroeid zijn, zijn we achteruit gehouden. Want nu komt Brunswijk, ja, komt ons leren dat hij staartpolitiek voert. En dat is een begrip, dus hij zegt, hij houdt alleen koutere houdt hij vast. Ja, dat, men moet hem niks kwalijk nemen als er verkeerde dingen gaan, want hij houdt alleen die tere van die kou. Die staart van die koe houdt hij vast. Die koe is dus de VAP. Ja, de VAP noemt zichzelf de olifant. Maar Brunswijk zegt het is de koe. En in de politiek bestaat er een gezegd of een spreekwoord dat wanneer je opportunistisch bezig bent, dan ben je bezig twee koeien te melken. Ja, dus je houdt in plaats van die staart, ben je met die bobby van die koe bezig. Maar je merkt twee koeien tegelijk. Dat betekent je vreet van meerdere walletjes, van twee walletjes. Van 1, 2, 3 koeien wil je tegelijk melken. En dat is de attitude in de totale Surinaamse maatschappij van die bovenlagen. En die verkeerde voorbeelden, die worden het volk constant voorgehouden van hoe het niet moet. En ik moet u zeggen, het is niet iets van deze tijd. Het is iets van de totale geschiedenis van Suriname. En daarom breng ik dit centraal naar voren. Dat doe ik gewoon bij elke uitzending. Kom ik met een stichtelijk praatje, waarbij ik eigenlijk wil typeren hoe wij Surinamers, en ik zeg met nadruk wij, ik val er ook onder, ik ben geen haar beter dan de andere Surinamer. Maar ik probeer te analyseren hoe het komt dat we zijn, hoe we zijn. En ik sta open voor kritiek, dus ook voor zelfkritiek. En ik ben niet bezig mijn vinger te wijzen op anderen. Ik analyseer bijvoorbeeld het gedrag van Brunswijk. Maar dat wil niet zeggen dat ik daarmee niks te maken heb. Ik heb vertoon ook verschijnselen die te maken hebben met ons verleden. En wij proberen te analyseren wat goed is en wat verkeerd is. Wat goed is moeten we stimuleren en wat verkeerd is moeten we afleren. En zo ga je vooruit als land. Maar wanneer er geen consistentie is in wat we doen, dan is het een ratje toe, zegt men. Hè? En dat zie je dan in Suriname ook. Dat iedereen met alles te maken wil hebben. Iedereen moeit zich met alles. En ik ga niet elke uitzending die hele lijst weer opnoemen, maar laat me het aan de hand van de actualiteit even illustreren. Want daarvoor is dit programma, om inzicht te krijgen in wat zich voltrekt in ons geliefd Suriname. Maar laten we internationaal beginnen. Ik moet u zeggen, ik ben vandaag in een vrolijke stemming, omdat mijn lievelingsteam, voetbalteam, Liverpool, met 7-0 heeft gewonnen van Manchester United. En ik moet u zeggen, ik was zeer blij, omdat Liverpool was een beetje in een dip. Was heel slecht gestart in de competitie in Engeland. En het zijn de twee topploegen van het Britse Koninkrijk. En dat doet het me toch goed dat Liverpool eens een keer Manchester United een pak slaag heeft gegeven. 7-0. Omdat onder andere ook die trainer van Manchester United, van Ten Hag, dat hij de laatste tijd overbejubeld is en naast zijn schoenen begon te lopen, dan is het ook psychologisch juist dat hij op zijn tijd een schrobering krijgt, waardoor hij weer met zijn voeten op aarde komt. Maar goed, nou niet te veel zeggen, want anders krijg ik alle Ajax-mensen tegen me, maar het is niet bedoeld.
Dit is een politiek programma, maar ik kan het niet nalaten om zo'n internationaal nieuws, een internationaal nieuws vandaag, van die overwinning van 7-0 van Liverpool. Ik dacht, ik moet er gewacht van maken. En ik ga ook niet stil blijven, te lang stil blijven staan in die sportnieuwsfeiten, dat onze topvoetballer van Suriname van dit moment, die voetbalt in Rusland, en dat is Quincy Promes. Ik heb het de vorige keer al behandeld. Die is veroordeeld. En ik weet niet hoe het staat met zijn proces, hoor, want ik ben daar niet mee bezig. Maar ik wil ik wil Quincy bespreken in een politiek verband. En erop wijzen dat er een Surinamer internationaal topprestaties levert. En dan zie je dat men die jongen eigenlijk zijn maatschappelijk succes niet gunt. En hij wordt verdedigd in Nederland door een heel bekende strafrechtpleiter, dat is Gerard Spong. Maar het komt erop neer dat die jongen door zijn eigen familie en zijn woordvoerster, of die namens hem praat, is mevrouw Isaias, wordt Quincy in feite negatief besproken in de pers. En je ontkomt niet aan die indruk dat men, die Surinamers, niet in staat zijn om die Surinamers die het internationaal maken, die veel geld verdienen. Promes heeft een marktwaarde van 8 miljoen, zei ik de vorige keer ook al, en hij verdient miljoenen. En dan zie je dus dat, ik ontkom niet aan die indruk dat die familie van de man die is aangevallen door Promes en zijn knie is gestoken met een mes, van de familie overigens, in een familieruzie, ja, dat men er niet in slaagt om de zaak in een groter verband te bekijken. Natuurlijk, Quincy, als hij fout is, moet hij gestraft worden, maar kun je dan niet een zodanige middenweg bewandelen dat hij zijn straf enerzijds krijgt en anderzijds zijn faam en zijn kundigheid op het gebied van de sport, dat het minimaal aangetast wordt. Weet je, je kunt een middenweg bewandelen en dan zie je dat daar geen enkel, niemand houdt zich daarmee bezig. Het lijkt alsof iedereen leedvermaak heeft wanneer Surinamers van hun troon vallen. Je ziet net zo'n proces in de Verenigde Staten. Ik vergelijk het met de Verenigde Staten, waar je ziet dat wanneer zwarten in de muziekwereld de top hebben bereikt, dan zo Sheng Tori en Middenman, of zo Suriname zeggen. Door Sheng Tori vallen ze allemaal van hun troon. Michael Jackson met kindertoestanden en zedendelicten, dingen die naar zedendelicten ruiken. Een heleboel Surinamers zeggen Kelly, die met allerlei toestanden met zedendelicten te maken hebbende in het nieuws komt. En Bill Cosby, waar er talloze films nu van gemaakt worden van hoe die man van zijn troon viel. Dus je ziet bij die zwarte altijd voorbeelden hoe ze van hun troon vallen. Dus binnen die gemeenschap slagen we er niet in om mechanismen in werking te stellen, zodat zwarten die succesvol zijn en die iets kunnen. Ik las bijvoorbeeld dat de rijkste zwarte zanger ter wereld is die man van Beyoncé. Ja? En dan heb je de andere, die Puff Daddy, die is ook een van de rijkste vijf zwarte artiesten. En zo heb je dus een paar in die top. En dan kan je als het ware je horloge gelijk zetten om te wachten op een dag, tot die dag aanbreekt waarin ze van hun troon vallen. Ja. Zoals Bill Cosby was ook heel hoog terechtgekomen. We kennen allemaal die tragedie van O.J. Simpson, die ook van zijn troon, allemaal fase van een troon. Ja, Ludwig, mag ik heel even? Ja. Er is een luisteraar die belde en die zei van, wat Quincy betreft, die uitspraak is over 6 weken ongeveer, maar het is een eis geweest van 2 jaar. Ja, 2 jaar. Een eisjaar is 2 jaar geëist. Ja, maar de uitspraak is pas over 6 weken. Juist. Nou, bedankt voor die aanvulling. Maar ik wil ook erop wijzen dat men van alle kanten
probeert de zaak te verzwaren voor Quincy, door bijvoorbeeld hem ook van allerlei dingen die niet bewezen zijn te beschuldigen, nu hij eenmaal die val naar beneden aan het maken is. En ik noem een voorbeeld dat men hem, men verbindt hem met drugstransporten, waar eigenlijk niets van wordt bewezen, en het komt al in het nieuws dat hij zou zijn gerelateerd met drugscriminaliteit. Ik vind het zo onsportief, oneerlijk, dat vanuit de publieke opinie een succesvolle Surinaamse jongen, in plaats dat hij begeleid wordt, ja, want hij is niet foutloos, maar hij kan begeleid worden. Wanneer je fouten maakt in je leven, wil dat niet zeggen dat je doodstraf moet krijgen en dat je onthoofd moet worden, maar dat wij een soort collectief gevoel niet kunnen opbrengen om deze jongens dan te redden van die vrije val naar beneden. En dat gebeurt nou ook met Suriname. Ik geef niet zomaar dit, ik ben bij de sport begonnen, maar ik geef die voorbeelden om aan te geven dat hetzelfde patroon zie je dus in de maatschappelijke ontwikkelingen in Suriname, in de politiek. Je ziet het bij het handelskapitaal dat in handen is van de Hindustanen. Ook intern is die Hindustaanse wereld aan het afbrokkelen. Het is niet alleen dat Santokhi racisme heeft geïntroduceerd in Suriname en de rassentegenstellingen nu erger zijn geworden dan ooit. Het is ook zo dat binnen die Hindustaanse groep de tegenstellingen zijn verscherpt door toedoen van meneer Santokhi. Dus kijk, je moet het zien als een, men noemt het met een mooi woord in het Nederlands, hij is een brokkenpiloot. En een brokkenpiloot is iemand die in een auto gaat zitten of in een of ander voertuig en alleen maar brokken maakt. Kijk, als je één brok maakt met een vliegtuig, ben je dood. Dus eigenlijk heeft brokkenpiloot, dat woord brokkenpiloot heeft iets onlogisch erin. Maar als je als brokkenpiloot gaat zitten in een auto, betekent het, je maakt alleen maar brokken. Je nakka auto links, rechts, overal, de auto is kiesdeuk. Dan ben je een brokkenpiloot. En dat zie je dus in de Surinaamse politiek heel veel. Het is niet iedereen natuurlijk, want je hebt briljante Surinamers in de politiek gehad, in de geschiedenis ook, die ik ook zoveel mogelijk wil behandelen tijdens dit programma. Maar je hebt over het algemeen, en wat ik gaf aan, de achteruitgang van de Surinaamse politiek, dat je ziet dat al die geleerden van vroeger, die met kennis van zaken in de politiek een positie kiezen, ze waren ook corrupt hoor, maar ze wisten, van een vakgebied wisten ze heel veel. Het zijn toppers. Een man als Albert Helman, die minister van Volksgezondheid is geweest in Suriname in de jaren 60, is een topper. Die man heeft furore gemaakt in de Nederlandse letterkunde. En die man kon wat. Maar ik bedoel, neem me niet kwalijk hoor, dat ik telkens op datzelfde voorbeeld terechtkom. Maar een Brontosso Mohardjo, die vandaag de dag het belangrijkste ministerie van Suriname onder zijn beheer kreeg. Ja, je kunt, hoe je het ook bekijkt, al schijn je alle lichtpunten van Suriname op die man, je kunt er niet wijzer uit worden, omdat er niks plaatsvindt. Er vindt gewoon niks plaats. Die man is de hele dag bezig lijsten samen te stellen van ambtenaren die hij mist, die salaris krijgen, maar niet bestaan. Hij is bezig met mensen vervroegd pensioen te geven, of zich met ik weet niet wat allemaal te bemoeien. En nu is in Suriname, wat ik behandel terwijl ik dus al deze voorbeelden geef, behandel ik de politieke actualiteit, dat is mijn stijl. En ik wijs je ik glimlach een beetje, maar het is van Saritori. Het is gewoon Saritori dat er in Suriname een project is opgezet. Zullen we dat het Sabaku-project, waarbij percelen zouden worden bestemd voor de minder bedeelde groepen, die dan een perceel konden krijgen en dan via het perceel een lening om een huis te bouwen. En dat die percelen, toen ze verdeeld werden, voornamelijk zijn toebedeeld aan partijpolitieke toppers in de Surinaamse politiek. En dan namen ze niet één perceel. Dus per persoon zijn er meerdere percelen. Zijn in de handen gekomen van ABOP-mensen, VAP'ers, allemaal. Die hebben dus een project dat ze met heel veel pram-pram bekend hebben gemaakt voor die bevolking, hebben ze onderling verdeeld. En
Oké, dat is één crime. En weet u wat de oplossing is in Suriname? Wat ze, onze president, die komt nu op de televisie en voor de radio, komt hij zeggen, luister, die mensen die 2 percelen hebben gehad, ja, die moeten die percelen teruggeven. Dus je mag 1 houden, dat heb je kennelijk verdiend, tussen aanhalingstekens. Maar die je zelf hebt genomen, die 2 en 3 percelen die je extra hebt genomen, moet je weer inleveren. Maar dan denk ik bij mezelf, mijn gunst. Als iemand die maar recht had op 1 perceel, en hij is een topper in de politiek, en hij neemt 3, 4 percelen, dan zeg je, hij moet 3 terugbrengen, dan mag hij verder, mag hij doorgaan met stelen. Breng die percelen terug en ga nou maar een auto stelen. Maar je haalt die man niet weg. Die man wordt, een vrouw wordt niet gestraft. Dus dat is Suriname. Dat is Suriname. Een heleboel lawaai. Maar als je dat ding analyseert, is er niks gebeurd. Want men constateert dat het fout is toegegaan met het Sabaku-project. Niemand vraagt van wie dat project is gekocht. De staat heeft een stukje land gekocht van een particulier. Die particulier heeft het eerst gratis gekregen van de staat. zijn wij Surinamers wel goed bij ons hoofd? Een particulier krijgt via politieke kanalen een groot stukje land voor weinig geld. Krijgt hij het onder zijn, in zijn bezit, in zijn eigendom. En dan verkoopt hij na een tijdje datzelfde perceel aan die staat weer. En dan gaat die staat het verkavelen in het kader van sociaal beleid, want ze noemen het tegenwoordig koopkrachtversterking. Ze gaan doen aan koopkrachtversterking en ik weet niet, sociaal vangnet. Ze hebben alle mooie termen, ze nemen het vanuit Nederland over, sociaal vangnet. En dan worden die dingen zogenaamd verdeeld, ja, en dan geven ze zichzelf die percelen en dan neemt 1 persoon 2 of 3 percelen. En dan komt er dan komt de president en die moet beleid maken natuurlijk. En dan hoor welk beleid van de president komt. De president zegt, jongens, jullie zijn stout geweest. Dat mag je niet doen. 1 persoon mag niet 4 of 5 percelen stelen. Ja, geef ze terug. Terug hier. Geef me die percelen. En dan vraag je, ja, en wat gebeurt dan met die man die percelen had gestolen? Ja, die mag gewoon vrolijk verder gaan. Hij geeft eentje aan zijn buitenvrouw. En die man is weer prominent aanwezig in de vergaderingen. Zonder dat iemand hem een haar krenkt. Nou, dat is Suriname. Ik ga even verder met het nieuws. Paquito, die is op de Nederlandse televisie geweest. En ik moet u zeggen, hij heeft het heel goed gedaan. Paquito, want ik ga ook die goede dingen benoemen. Paquito, die heeft goed verwoord wat er in Suriname fout is. En hij geniet ook in Nederland een zekere politieke populariteit en sympathie. Ja, dus dat moet ik ook even doorgeven aan den volke. Dan heb ik ook als nieuws toen ik die beelden zag van een arrestatie die in een van die grote steden in Nederland, ik moet even, de dingen is vandaag heeft het plaats gehad, dus ik moet het even gaan verifiëren. Maar ik zag die beelden, dus ik versla die beelden even. Dat 1 Surinamer staande bij zijn auto zo onheus bejegend is door politieagenten die hem van alles en nog wat beschuldigden. Die man ligt op de grond en een aantal vrouwelijke politieagenten buigen zich over die man. En totaal, ik heb ze geteld, waren meer dan 10 politieagenten waar rondom die man aanwezig om te knevelen. Die man lag met zijn buik op de grond. Ja, ik vond dat weer een nieuwe ontwikkeling. Die man begon in Sirantongo begon te praten, want die politieagenten verstonden er niks van natuurlijk. Dus die man begon in Sirantongo te vertellen wat er was gebeurd. En hij deed het heel goed. Ik vond dat, dus die man liggend op de grond, gekneveld door politieagenten. Dan vertelde de jongen, de man hoor me, we knap semi wagi, dat de man kon. En dat ging allemaal door in het Sirantongo. En ik dacht, nou, die Surinamers beginnen het ook te leren. We zijn niet zoals die Amerikanen. Kijk, die Amerikanen. U kent die uitspraak van Floyd toen hij op de grond lag. En zegt, I can't breathe. En dus dat komt erop neer. Wanneer je zo in zo'n situatie verkeert, heb je nog je mond om te praten. Dus in Amerika gaf Floyd
die overleden is doordat hij door agenten is gewurgd en is mishandeld. En dus deze man die heeft natuurlijk kennis van dit soort dingen. En die begon in zijn raad toch te praten wat er allemaal is gebeurd. Dus ik vond dat even een goede oplossing van hem, van een benarde positie waarin hij was komen te verkeren. Maar in ieder geval, waarom ik dit aanhaal, is dat ook in Nederland de verhoudingen tussen wit en zwart aan het verscherpen zijn. Niet alleen in Suriname. Dus we moeten niet Santo Ki alleen alle schuld geven. Het is iets dat nu ook tussen de blanke man en de wit man in Europa speelt. Het speelt in de oorlog in Oekraïne, dat er zelfs dus die zwarte mensen die ook moeten vluchten uit die oorlogsgebieden, dat die onheus bejegend worden en zien hoeveel racisme er is. En weet u wat allemaal naar boven komt drijven hier? Dat in Nederland men in één dag een beslissing kan nemen om miljarden aan een Oekraïne te besteden. Ja, en men kan in één dag allerlei vluchtelingenorde opzetten om de Oekraïners te ontvangen. Ja, en dan zie je dat men jaren nodig heeft om een paar buitenlandse vluchtelingen in Nederland op te vangen. En dan worden ze erger dan beesten behandeld in die opvangcentra. Ja, dus door de ontwikkelingen in de politieke geschiedenis word je met je neus op de feiten gedrukt dat het ook in Nederland niet klopt tussen de etnische groepen onderling, tussen de verschillende groepen, en dat er ongelijkheden bestaan. Dat bijvoorbeeld de Oekraïners, ik geef het voorbeeld van de Oekraïners, dat die ten opzichte van andere vluchtelingen, ook uit Oost-Europa hoor, en uit andere gebieden, uit Noord-Afrika, et cetera, die bootvluchtelingen, die allemaal in bootjes, niet zeewaardige boten, waarvan de helft omkomt en in zee verdrinkt. Dat als je ziet die toestanden die daar heersen, tegenover de efficiëntie waarmee in Nederland die witte Oekraïners kunnen worden opgevangen, en de berichten die ik uit de internationale pers haal, waarbij zwarte mensen die in die gebieden wonen en ook aan het vluchten zijn voor het oorlogsgeweld, dat die uit treinen worden gehaald en heel onheus worden bejegend. Er is heel veel racisme nog in Europa. We hebben heel veel werk en er is veel werk aan de winkel, zoals men dat zegt. Maar dan moet ik u even tussendoor even snel iets vertellen wat ik vandaag heb meegemaakt. Ik was vandaag in Noordoost-Nederland, en dat is in de stad Enschede, waar die grote vuurwerkramp heeft plaatsgehad. En ik heb daar bezocht het museum in Enschede, dus in die stad Enschede. En het museum heet het Rijksmuseum Twente. Het Rijksmuseum Twente, u hoort Twente, ik heb met de mensen daar gesproken. Men vergist zich vaak dat men denkt dat Twente een stad is. Maar Twente is een regio. En dan heb je dus in Enschede heb je het Rijksmuseum Twente. Ja, en er is een expositie daar van Sofonisba. Zo heet die vrouw, ze is een Italiaanse schilderes, schilder. En ze heet Sofonisba Aguisola. Ja, ze leefde in 1532 tot 1625. En het is een hele mooie tentoonstelling. Ik ben daar geweest. En tijdens, of in de tentoonstelling, die plaatsvindt in verschillende locaties van een driehoekig gebouw, ja, waarin die schilderijen van Sofonisba Aguisola zijn uitgesteld, die leefde van 1532 tot 1625 in die periode. Men noemt daar ook wel de renaissance van de Italiaanse schilderkunst. En zij wordt, haar schilderijen zijn daar geëxposeerd samen met beelden, bronzen beelden en sculpturen, of hoe je die dingen wil noemen, van Armando, een hele belangrijke kunstenaar, Nederlandse kunstenaar, die ook in de Nederlandse Dagbladpers een tijd lang de kunstrubriek heeft verzorgd. Maar wat is er gebeurd met mij, dat wil ik u vertellen.
Het is een ja, ik moest er zelf om lachen hoor, wat is gebeurd. Dus mijn wakka in een museum. Ja, dus ik kijk naar al die mooie dingen en zo. En ik doe ideetjes op voor Suriname. Omdat ik in Suriname bezig ben met zaken die te maken hebben met het zwarte bewustzijn. Dus ik kwam net uit Portugal, waar ik heb gezien hoe een museum over de eerste slaventransport uit Afrika is opgezet. En ik ben gaan kijken naar het Nederlands museum, waar Italiaanse kunst wordt geëxposeerd. En dan is dit me overkomen. Op een gegeven moment, ik nam plaats op die bank. En ik zat een beetje voor me uit te staren. En ik had bij me een wandelstok, want ik had een beetje last van mijn heup. En ik had een wandelstok bij me, dat mij steunt op een wandelstok, dat mij lukt. Dan kwam er een man, een oude Nederlandse witte man, die kwam langs. Dat man stopt naar mijn visie. Die man keek naar me. Ik keek die man aan, mijn ogen waren strak. Ik keek die man aan, die man keek me aan. Ik zie dat die man me van top tot teen observeert, die man me. Hij kijkt naar mijn hoofd, hij kijkt naar mijn oren, hij kijkt naar mijn schoenen. Zo, amai lukumi. Dus, die man staat op 30 centimeter van me. Amai lukumi. Dat ben ik allemaal baka. Maar terwijl die man zo aan het staren was, moest ik even mijn gezicht krabben. Dus ik krabde met mijn hand, krabde ik mijn gezicht. Toen zag die man dat ik bewoog. Dat was krikkie. Bijna mijn vadong. Jereman, u behoort niet tot die expositie. Dus ik begreep nog niet wat er aan de hand was. Dan ga ik u nou uitleggen wat er aan de hand was. In die expositie van die kunstenaar Armando waren alleen maar bronzen beelden waren te zien. En die bronzen, mensen die niet weten welke kleur brons heeft een beetje grijs-zwart. Een zwarte kleur. Dus alleen maar zwarte beelden waren in allerlei lokalen, overal waren zwarte beelden uitgesteld. Dat is dolek blakamang, dat pastoor. Mis dolek blakamang, dat was bangi. Dat man praxeer dat mina wan beeld. Een van die zwarte beelden. Dus die man die stond voor mijn neus me aan te gapen. Dus ik kon eigenlijk zien hoe die wit man kijkt naar die kunstvoorwerpen die daar waren. Maar praxeer mina wan kunstvoorwerp. Dat die man ziet dat me beweeg. Ik begon me te krabben aan mijn bakkenbaarden. Moest ik even juiken. Dat man ziet me aan me bewegen. Dat man kreeg hier maar, u behoort niet tot die expositie. Ik zeg, nee, ik ben bezoeker hier. De man, dus van schaamte trok die man zich terug. Maar ik heb nog de hele avond over dit geval met mensen gesproken daar. En me moeten vermaken. Maar ik was toch een beetje bedroefd. Namelijk, het is een hilarisch voorval. Ja, die man zag me als een van die zwarte beelden die daar uitgesteld waren. Maar er is nog steeds een grote kloof. Dat was mijn conclusie. Dat vaak op het man, die man, die mensen zijn, ze zien, ze hebben zo'n verkeerd beeld van die blanke man. In het algemeen. Dat je dit soort dingen nog steeds vandaag de dag meemaakt. Ja, wat eigenlijk zielig is voor Nederland. Dat ondanks zoveel voorlichting en zo, je nog een heleboel mensen hebt die bij wijze van spreken nog nooit een blanke man hebben aangeraakt of hebben gezien. Dus ik ben tegen zoiets aangebotst vandaag. En ik heb me kostelijk, ik heb me geamuseerd met dat ik voor het eerst ben aangezien als een zwart beeld in een museum. Het museum, het Rijksmuseum Twente in Enschede. Ik zal daar nog steeds goede gedachten aan hebben wat me is overkomen. En omdat die man vond dat ik op die bronzen beelden van de kunstenaar Armando, die ook daar geëxposeerd waren, die man kwam in de war tussen mijn persoon. Ik zat rustig op een bank en die geëxposeerde beelden. Maar goed, dan ga ik verder met het nieuws uit Suriname. Want ik moet ook de tijd een beetje in de gaten houden. Ik heb nog de laatste 10 minuutjes heb ik te gaan. Dus in Suriname, laat me direct even in die binnenlandse politiek van Suriname duiken. Is het zo dat nog steeds Ashwin, ja, zo die jongeman,
Hij heet Ashwin Ramharak. Het is een moeilijke naam. Ramharak, ja. Ashwin Ramharak. Van de familie Ramharak. Dat is die chauffeur van meneer Paquito. Ja. Die man, die chauffeur is 28 jaar. En is gesleept als een stukje vaatwerk. Is hij, of als een dier, is hij over de grond gesleurd. En in een wagen gestopt en in de gevangenis beland. En hij is nog steeds gevangen. En Paquito doet zijn best om actie te gaan voeren om Ashwin Ramharak, om die vrij te laten. Die man is vader van een kind. Ik zag een video met een dochter, hij heeft een dochter. Ja, en hij is vanaf die aanhouding, vanaf dus de binnenlandse onrust, die zich heeft voltrokken op 17 februari, is hij die eerste dag al gearresteerd en is al meer dan 2 weken is hij al in detentie, in de gevangenis. En hij zit in Geiersvliet in de gevangenis en die familie is zeer ongerust, want ze horen niks van hem. En ze hebben ook niet al te veel informatie via de advocaten. En dat voltrekt zich nu in Suriname, waardoor ik eventjes dus toch het moet hebben over die zogenaamde nationale dialoog die onze president heeft aangekondigd om zogenaamd nu met die bevolking te gaan praten. En ik heb gezien een heleboel politici van de ABOP, maar ik heb u al gezegd, ik heb niks tegen die ABOP, maar een feit is dat die dingen, die domme dingen die politieke figuren van de ABOP op de media uitkramen, dat je ziet, je hoort aan die taal die men bezig, de dingen die men zegt, dat men geen kaas heeft gegeten van politiek. En zo wordt er vanuit de ABOP opgeroepen dat men met die nationale dialoog moet meedoen, want het zijn mensen van de NDP die onrust hebben gezaaid in Suriname. Dus men doet allerlei moeite om de Zwarte Piet, laat me het zo uitdrukken, in de richting van de NDP te schuiven. En dan moet ik u zeggen, ik ben helemaal geen lid van de NDP. En die hele NDP vind ik op een heleboel punten ook mede schuldig aan wat zich in Suriname voltrekt. Maar, zeg ik, het is zeer onverantwoord en het is zeer gemeen om nu in die malaise die er in Suriname heerst, die naam van die NDP te laten vallen zonder dat er onderzoek is gepleegd, zodat men weet waarover men praat. Ja, dus men, ik doe een waarschuwing. Ik heb de vorige keer ook aan activisten heb ik kritiek geleverd. Sommige mensen hebben me kwalijk genomen dat ik ook die namen van bepaalde activisten heb genoemd. Ik ga ze niet nog een keer noemen, want dan gaat het lijken alsof ik het op hun heb gemunt. Ik zeg, je moet gewoon zelf kritisch zijn. Wanneer die initiatiefnemers van een volksopstand fouten maken, moet je die benoemen, zodat ze de volgende keer die fouten niet meer maken. Paquito heeft nou geleerd, dus ik sta helemaal achter Paquito, 100%. Maar hij heeft ook geleerd dat als hij in het vervolg nu leiding geeft aan een volksprotest, op welke punten hij moet letten, hoe zijn rechtspositie is, want dat heeft hij nu kunnen ervaren, van waarvan men je allemaal kan beschuldigen, zodat je waterdicht jouw zaak kan aanvechten. Dus dat, die les heeft hij geleerd. En ik roep eigenlijk via dit nieuwsfeit iedereen op om kritisch te kijken naar wat er gebeurt met Ashwin, die meneer Ashwin, die chauffeur van Paquito, Ashwin Ramharak, ja, de 28-jarige chauffeur, die waarvan men niet weet wat zijn lot is. En dan wil ik u wijzen op een overeenkomst met de situatie in de Surinaamse Binnenlandse Oorlog in de tijd van de slavernij. Ja, hebben die weggelopen, ik noem het even maar zo voor in het kort, maar die slaven die plantages zijn ontvlucht omdat ze hun vrijheid zochten. Ja, die we nou marrons noemen, die hadden een tactiek, dat is wanneer ze hun eigen makkers, die ze betrappen op fouten, op verraad, op redimuzu-achtige activiteiten, dan werden die het
ergst gestraft. Die werden erger gestraft dan wanneer men een blanke soldaat, een witte soldaat, in handen kreeg. Ja, werd die witte soldaat netjes behandeld. En hun eigen mensen die ze gevangen namen, die verwieten ze het volgende. Dat is een tactiek die de Marrons hebben toegepast in Suriname. Ze mishandelden hun eigen mensen die uit de pas liepen. Dus de deserteurs, de overlopers, de laffe verraders. Die werden zwaar gestraft. En zo'n situatie zie je nu bij de VAP. Het ziet er maar uit, en dat is mijn analyse, ik neem het voor lief voor mijn rekening, dat de enige reden die ik kan bedenken waarom die regering Santokhi, meneer Ashwin, de chauffeur van Bakito, nog gevangen houdt, is dat ze met name Hindustanen die zich richten tegen Santokhi erger straffen dan anderen. Dat is die tactiek van de VAP. Om die Hindustanen een signaal te geven aan OW gebieden als je onderling de Hindustanen corrigeert. Of dat je meedoet met die Creoolse opstandelingen. Dan word je als Hindustan extra gestraft. En daarom vind ik dat niet alleen de Hindustanen, maar, en dan heb ik het nu over alle Hindustanen hoor. Ik maak geen onderscheid tussen rijke, arme, et cetera. En de ghetto. In Suriname praat iedereen wil de ghetto helpen. Ja, ik begrijp het niet in Suriname. Men is allemaal springt men op voor de ghetto. Terwijl iedereen eigenlijk zelf ghetto is. Maar goed, dus het komt erop neer. Die tactiek van jouw eigen mensen erger te straffen dan de vijand is een beproefde tactiek die ook door de Marrons werd gebruikt. En zo zie je die overeenkomst tussen tactieken van Brunswijk als ongeschoolde politicus en de VAP, die zogenaamd er praat op gaat dat ze kader hebben en dat ze dus het handelskapitaal van Suriname in hun bezit hebben. Ze gebruiken diezelfde primitieve tactieken. En zo is Ashwin slachtoffer geworden zonder bok. Ja, in die Hindustanse kringen. En ik doe een appel op alle organisatievormen, onder de Hindustanen ook, om binnen de VAP de gezonde, positieve kritiek te ondersteunen tegen deze president. En het is niet persoonlijk bedoeld tegen de president. Het is bedoeld tegen de fouten die de president maakt. Want wanneer ik de president kritiseer, ben ik niet persoonlijk bezig. Ik wijs op. En dan ga ik dat nu bewijzen, als slot, want ik ga naar het einde, dat die president, die zegt dat hij met een nationale dialoog bezig is, maar in feite gebruikt hij die terminologie, nationale dialoog, om zichzelf te beschermen tegen de agressie van het volk. Omdat, als je ziet met wie hij in dialoog gaat, hij gaat in dialoog met de bovenlagen van die samenleving. Dus die onderlagen van die bevolking, die nemen een stelling tegen de president. En dan wil hij praten met het volk. En met wie begint hij te praten? Met de advocaten, met de rechters. Hij geeft die rechters opslag. Hij praat met de kerkelijke figuren. Hij praat met de Kamer van Koophandel. Hij praat met de Nationale Ziekenhuisraad. Hij praat met de... Dus het zijn allemaal van die lagen, die bovenlagen van die bevolking. Hij is als eerste is hij zijn spijt gaan betuigen aan die winkeliers die schade geleden hebben door die plunderingen. Dus die president die kiest voor die topklasse in Suriname, die elite, die handelselite, daar kiest hij voor. En dan noemt hij dat nationale dialoog. Geen wonder dat groepen en organisaties in Suriname die wel verbonden zijn met die maatschappelijke lagen, die zeggen, we gaan niet met die president aan tafel zitten. Dus hebben die president al lang gewaarschuwd voor een aantal dingen. Die president geeft geeft niet thuis, zegt men in het Nederlands. In Suriname zegt men, hij Jim dossier. Die president geeft dossier. En dan komt die president nu zeggen, nu wil ik nationale dialoog. Dus je ziet dat hij die nationale dialoog gebruikt als tactiek om processen die in gang zijn gezet in Suriname te vertragen. En daarom voorspel ik ook
dat dit alleen maar olie gooien op het vuur zal betekenen. En je ziet dat ook gebeuren nu, dat men zich in Suriname opmaakt voor nog meer opstanden die gaan volgen. En moet ik kom altijd een beetje in tijdnood, maar het is niet erg, want dit programma, u weet, ik ben 3 keer per week ben ik in het nieuws. Dus onderwerpen die zijn blijven liggen, neem ik gewoon op in volgende programma's. Maar ik wil u erop wijzen dat in die nationale dialoog de president al heeft gesproken met de nationale ziekenhuisraad. En daar is een zekere meneer Bison Bar, die man geloof ik, hè? Bison Bar, die is in tegenstelling gekomen met meneer De Baas. Ik verwar 2 dingen. Neem me niet kwalijk. Ik verwar de gezondheidszorg is besproken met de president door meneer Matura van de Nationale Ziekenhuisraad. En er is ook een gesprek geweest met de Kamer van Koophandel. Die 2 dingen moet ik niet met elkaar verwarren. Daar is meneer De Baas, zo heet iemand toevallig, van de Kamer van Koophandel. Die heeft kritiek geuit op die president. En dan is die president met die kritiek van Kamer van Koophandel naar buiten gekomen. En meneer Bison Bar, die heeft in een eenzijdig televisieprogramma zich verzet tegen de standpunten van meneer De Baas. Kijk, en dit geef ik als voorbeeld, dat die president niets meent van die nationale dialoog. Omdat hij luistert naar wat die mensen die daar komen zeggen. Luistert hij naar die argumenten en dan gaat hij in de publieke opinie die argumenten aanvallen. En daarom hebben een heleboel Surinaamse organisaties nu besloten niet met die president te gaan praten. En ik denk dat dit het signaal is dat die hele nationale dialoog in Suriname, dat mislukt is al nu al, kan ik u zeggen. En ik wijs op, dus de gesprekken die zijn gegaan, die zijn geweest met meneer Matura en hij heeft het over de rampsituatie in de gezondheidszorg. Hij noemt het, hij zegt de zorgtechnologie is de klos. De kaders die vertrekken uit Suriname, ik heb al eerder gewezen op de brain drain. Het kader in de gezondheidszorg loopt weg. Ze hebben geen geld. 7 jaar hebben ze geprobeerd die president, dus de regering, waarvan die laatste jaren de president Santoki erop te wijzen dat er een tariefcorrectie moet komen voor de lichtdagen, et cetera. En ik weet ook, buiten die punten die zijn genoemd in een rapport, overigens van de Nationale Ziekenhuisraad, weet ik dat er ook is geknoeid met de hele COVID-regelingen. Er is geknoeid met containers, hulpgoederen, die uit het buitenland zijn gekomen in Suriname, waarbij ik van een aantal gevallen weet dat het handelskapitaal in Suriname verbonden met die regering eisen stelde aan die schenkers uit het buitenland, dat als zij de dingen in eigendom geven van die regering, van die individuele regeringsambtenaren, dan krijgen ze vrijstelling van inklaringskwesties en belastingen die ze moeten betalen. Dus men werkt mee onder voorwaarden dat individuen van die regering mee kunnen doen met de corruptie. Ja, en dat ik heb die gevallen meegemaakt, dus ik kan ze overleggen. En ik eindig nu door erop te wijzen dat dus meerdere groepen aan het weigeren zijn te praten met die president. Behalve die Kamer van Koophandel heeft al gesproken. En de laatste groep die ik even nog wil aanstippen voordat ik eindig, is de COVAP van verpleegkundigen. Die hebben al die kritieken onderstreept. En ze geven aan, dat heb ik in eerder programma's ook al aangegeven, dat verpleegkundigen ook massaal Suriname aan het verlaten zijn. Dit is wat er in Suriname aan de hand is op dit moment. En de rol van Nederland hierbij behandel ik de volgende uitzending. Want Nederland, die zich opmaakt voor de verkiezingen van 15 maart aanstaande, ja, die heeft ook een zeker belang bij het ondersteunen van Santoki. En de effecten daarvan bij die komende verkiezingen. Maar daar zal ik de volgende keer over hebben. Dit was Ludwig van Mulier voor Radio Tamara. Ik dank u voor uw aandacht. En ik zou zeggen, tot de volgende keer.
En de volgende keer is woensdag, morgen vroeg, ben ik weer met nieuwsfeiten. En want die zijn er genoeg hoor nu. De laatste tijd moet ik heel veel moeite doen om keuzes te maken, want bijna elke dag gebeurt er van alles in ons geliefd Suriname. Odi, odi, tot de volgende keer. Ludwig, bedankt en tot de volgende keer. Oké, Johan, dat was het. Beste luisteraars, en dat was dus de bijdrage van Ludwig van Milieu.